Het was een gezellige boel deze zomer toen oud-Lelystedeling Wiebe Fokking uit Amerika weer eens in Flevoland was. Maar nu hebben we deze Flevolander in het buitenland weer gewoon via Teams bij ons. Dag Wiebe, goedemorgen. Goedemorgen Leo. Ja, hoe is het in Ohio? Prima. Ja, vorige keer toen je hier was, toen had je je zoontjes bij je. Hebben ze na de vakantie in Nederland nog veel gepraat over wat ze hier allemaal beleefd hadden? Oh ja, nee, ze hebben goede herinneringen gedaan wat ze hier gedaan hebben en willen ook alweer terug. Dus. Oh, en wanneer willen ze dan weer terug? Volgende zomer wel weer. Dus. Ah, oké, okay. Deze kerst komt het er niet van? Nee, want ja, dat is te kort tijd eigenlijk om heen en weer te gaan, vinden wij. We hebben het wel één of twee keer gedaan rond de kerstdagen, maar... Onze kinderen hebben maar 10 dagen vakantie van school. Dus om dan heen en weer te vliegen, dat is wel heel kort tijd. Ja. En jouw ouders? Die zouden ook kunnen komen. Ja dat zou kunnen, maar die komen niet. Dus, Die heb je net gezien, hè? Zo kun je dat zien in dat perspectief. Zeg maar, dan ben je weer eens even in Nederland geweest. Wat ik me nou afvraag, je bent al 15 jaar, misschien intussen al wel 16, ben je in Ohio. Hoe belangrijk is Nederland nog voor jullie? We zijn in januari, zijn mijn vrouw en ik 15 jaar in Amerika en ook in Ohio, dat is de staat. En eigenlijk in dezelfde omgeving hebben we dan 15 jaar gewoond. Nederland blijft toch nog steeds belangrijk. Het is toch de achtergrond, het is waar je vandaan komt. Ja, aan de andere kant, Amerika is natuurlijk ook belangrijk, want hier hebben we ons leven opgebouwd. En ja, onze kinderen zou ik zeggen, die zijn een mix van Amerikaans en Nederlands, dus. Ja, het is wel raar om dat allemaal zo te zien. Zeg, jij bent dan af en toe in Flevoland, er wordt hier flink gebouwd. Dan zeg je nou iedere keer als je komt, jongen, nou is er heel veel veranderd, zeg. Dat heb je wel zeker de laatste keer dat ik er was. Toen was het toch, denk ik, 4 jaar geleden dat ik niet ben geweest. Dan is er wel een hoop veranderd en volgebouwd. En ook wel voor mijn gevoel drukker geworden in Nederland in die afgelopen 15 jaar. Ja, dat zijn nogal verschillen. Zeg, de kerstfeer zit er hier al lekker in. Hoe is dat bij jou, of zijn Amerikaans? Hier is het ook wel. Hier is het natuurlijk, begint het eigenlijk, we hebben Thanksgiving. Dat is de laatste donderdag van november. Dat is een nationale vrije dag en een belangrijke dag waar veel familie bij elkaar komt om te eten en dankbaar te zijn voor alles wat je hebt. En dan daarna begon traditioneel het kerstseizoen hier. Tegenwoordig met alle Black Friday. Want de dag na Thanksgiving was dan Black Friday. Ja, hier ook. Waarop al dingen in de verkoop gingen. Die periode is nu wel uitgebreid en dat allemaal. Maar ja, dan... Daarna begint eigenlijk de voorbereiding voor de kerst. En ja, vooral ook cadeautjes kopen voor mensen die je lief hebt. Voor die je lief hebt om die weg te geven. Ja, maar bij Thanksgiving zijn veel Amerikanen bij elkaar op bezoek geweest. Wij hier in Nederland doen dat graag met de kerstdagen. Is dat bij jullie ook zo? Of zeg je dan, nou, we hebben elkaar net gezien? Met de kerst gebeurt ook alweer dat dan familie veel bij elkaar op bezoek komt. Eigenlijk hetzelfde. Ja, maar jullie hebben een kerstdag minder, hè? Ja, we hebben maar 1 kerstdag. En sommigen ook wel, zoals wij in Nederland natuurlijk 2 kerstdagen hebben. Dat je één voor je eigen familie en de andere voor je schoonfamilie kunt doen. Ja, doen ze met Thanksgiving. Ga je naar 1 familie toe en dan met de kerst naar een andere familie bijvoorbeeld. Zeker als het wat verder reis is. Ja. En die tweede kerstdag, houden jullie die in ere? Of ben je al lang gewend dat je er maar eentje hebt? Nee, ik ben al lang gewend dat ik er eentje heb. En het is hier sowieso al een 24-uurs economie. Dus het maakt uit bijna op iedere dag kun je alles doen. Behalve op bepaalde dagen zoals Thanksgiving en kerst. Zeker kerst, dat is eigenlijk wel vrij uniek. Dat er dan toch een hoop dingen hier gesloten zijn, zoals supermarkten en dat allemaal. Dus dan is het echt een rustdag, zou ik zeggen. Dat is het aparte eraan, maar ja, voor de rest die andere dagen, die zijn eigenlijk bijna gewoon normale dagen. Ja, maar zelfs de kerstdagen, dan zijn de supermarkten dicht. En dat in Amerika. En ook bij jou in Ohio. Mag je weer bedanken voor je verhaal, Wiebe. En graag tot de volgende keer. Is goed. Tot ziens, Leo.